blij dat het nieuw seizoen begint. Hè. Het is eigenlijk allemaal heel goed verlopen. We hebben heel hard gewerkt om het team klaar te krijgen. Blij als een klein kind dat we kunnen beginnen aan een nieuw seizoen. Very, very proud. Viage putting its name behind KRK Racing. A successful racing team. We're first race of the season. We're starting our front cars third on the grid. So very, very excited about that. Very happy. Team wat vergroot, we hebben dus met drie Vipers dit jaar. Hè. Die staan hier alle drie in de, vind ik, de schoonste boksen die er hier in Zolder aanwezig zijn nu. Waar we eigenlijk stiekem al altijd van gedroomd hebben, van toen we KRK oprichten, was naast elke piloot een toppiloot zetten. Zodanig dat we veel kunnen bijleren. Ik heb veel kunnen bijleren van Jeffrey. Ja, Jeffrey van Nooydonk, die toch een hele straffe is. Nu heeft Christian Heijlen naast hem, ook een hele straffe. En Stefan Lemerin is de co-piloot van RAF. Dus iedereen kan beginnen. Het is wel zo, de Viper is een hele toffe auto om te racen. Het is niet meer de snelste auto van de bende. Maar ja, het zijn lange races, 2,5 uur is het minimum. En er komen nog races van 3 uur en 4 uur en 6 uur en 10 uur aan. Dus alleen dan speelt ook een beetje tactiek en slim rijden. A lot of very good competition. There's some good drivers, some good cars out there. I think it bodes well for us that we started third and fifth and ninth in the grid out of 36 cars. So I think we can probably do very well. Ja, ik heb er wel een goed oog in.